welkom bij deze nieuwe video. Welkom bij de tweede adventskalender unboxing op mijn kanaal. Ik heb er al eentje staan, die is van de Body Shop. Die is lekker duur, lekker prijzig. En vandaag ga ik er eentje van Essence unboxen. En dit is dus een betaalbare adventskalender. Het is een beauty adventskalender, dus ik schat gewoon in dat er sowieso make-up in zit. En misschien ook wat accessoires, et cetera. Hij is wel heel betaalbaar, dus ik verwacht niet al te veel ervan. Maar ik ben toch wel heel benieuwd wat hier allemaal in zit. Vooral omdat hij dus zo betaalbaar is. Afgelopen jaar heb ik ook een Essence kalender unboxed of een aantal. En ik moet zeggen, die van Essence zijn vaak wel gericht op de jeugd. Er zitten vaak producten in die meer geschikt zijn voor kinderen. Maar ik hoop stiekem dat dat nu niet zo is. Want dan heb ik er persoonlijk meer aan. Maar als het wel zo is, dan is het of course ook gewoon heel leuk om weg te geven aan een kind. Of iemands kind of jouw kind of whoever. Voor de mensen die niet weten wat een adventskalender is. Het is een kalender zoals deze die ik nou vast heb. Er zitten altijd 24 of 25 boxen in. En dan vanaf 1 december kun je elke dag één boxje unboxen. Tot en met aan kerst. Super leuk om weg te geven of gewoon om te houden voor jezelf. Als je dus niet wilt weten wat hierin zit, bekijk dan deze video niet. Want ik ga vandaag alles unboxen en laten zien. Maar of course hoef je niet per se één boxje per dag open te maken. Je kunt hem ook gewoon in één keer openmaken als je dat leuk vindt. Dus vandaag gaan we deze Essence kalender unboxen. Laat me weten welke adventskalenders je nog meer wilt zien. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, de video waarin ik deze make-up look heb gemaakt komt binnenkort online. Dus abonneer vooral om die video niet te missen. Wat heb ik nou op mijn lippen? MAC lippotloodje in de kleur Talking Points. Is een fel roze lippotloodje. En dan ook een MAC lipstick in de kleur Forget Me Naughty. Dit is van een van hun collecties. En is een hele mooie licht paarse kleur. Het is een hele aparte lipkleur. Maar ik vond het wel een leuke aparte combinatie. Maar goed, we gaan het dus vandaag hebben over deze adventkalender. Dit is de Essence adventkalender 24 Sparkling Moments of Joy. De vorige kalender die ik heb unboxed was echt super leuk. Dus ik hoop dat het nou ook weer het geval gaat zijn. En we krijgen 24 vakjes. In die andere video was ik één vakje vergeten. Want die had er dus 25 en dat wist ik niet. Maar het laatste vakje had ik toen nog unboxed op mijn Instagram. Dus volg me ook daar als je allemaal extra content wilt zien. Daar post ik elke dag. Ik vind al de verpakking heel erg mooi. Het ziet er echt heel cute uit. Heel meisjesachtig. En daar hou ik van. Ik ben echt een meisje. Dus ik hou van dit soort kleurtjes. Heel mooi pastel allemaal. En dan heb je hier zo 3 lades. En hier zitten dan alle vakjes in. Dus laten we gewoon beginnen met openen. Ik ga beginnen met een vakje nummer 1. Die zie ik hier al gelijk. Je kunt ze er ook gewoon zo helemaal uithalen. Ik ga ze er gewoon zo uithalen. Because ain't nobody got time om het heel tijd vast te houden. Ik ga beginnen met een vakje nummer 1. Die is hier. Dit is wel een beetje funest voor mijn nagels. Ik hoop niet dat ze er helemaal afgaan. Een blush. Oh, dit is mooi. Kijk hoe mooi deze blush is. I love it. Ziet er heel mooi uit. Het is een glanzende blush. Met allemaal van die kleine sterretjes. Kijk hoe cute. Heel mooi. Deze zou ik zeker wel gewoon gebruiken. Hij is heel glanzend. Kijk, dit is de kleur. Heel mooi. I love it. Dit zou ook echt geweldig staan met mijn look van vandaag. Super mooi. Zal ik hem gewoon eventjes aanbrengen. Ik heb al wel blush op, maar I don't care. Ik wil hem gewoon een beetje aanbrengen. Kijk hoe mooi paars. I love it. Deze is echt heel mooi. Ook lekker gepigmenteerd. Super mooi. Yay, het eerste product is al heel leuk. Ik ga verder met nummer 2. Die is hier. Deze is een beetje klein. Lipscrub. Mijn lipscrub is laatst opgegaan. Dus ik heb een lipscrub nodig. Kijk even hoe mooi die verpakking is. Zo licht paars. Precies als mijn achtergrond. En de scrub is ook zo licht paars. Deze kan ik nu niet gebruiken. Want ik heb al gescrubt. Maar deze ga ik zeker bewaren. Ik scrub mijn lippen elke dag. Dus dit komt handig uit. En de geur is echt heerlijk. In de andere lade hebben we hier een vakje 3. Die is ook een beetje kleinachtig. Een losse oogschaduw of zo. Ik vind het wel fijn dat ze allemaal makkelijk overgaan. Oogschaduw basis. Kijk dit. Dit is een oogschaduw base voor onder je oogschaduw. Zodat het beter blijft zitten. Super handig dit. Het is in zo'n soort van concealer kleur. Heel erg handig om te gebruiken. Ik gebruik altijd een oogschaduwbasis. Vakje nummer 4 is hier zo. Alle vakjes zijn op zich best wel klein. Nagelsticker. Dit is dus wat ik bedoel met dat het af en toe een beetje is gericht op de jeugd. Maar op zich is dit wel heel leuk om te gebruiken voor met kerst. Om zo op te plakken. Ik gebruik dit soort dingen niet echt. Dus alles wat ik niet gebruik doe ik automatisch in de winactie die eraan komt. Nummer 5 is hier. Die is een beetje lang en smal. Oh jongens, het is met een partij aan het regenen buiten. What the F.
Oeh, lipstick. Kijk, deze mooie zwarte verpakking. Wauw. De verpakking is echt heel mooi chic zo. En het is zo'n nude kleur, zeg maar. Wauw, deze kleur ziet er mooi uit. Er staat geen kleurnaam op. Ik denk dat hij speciaal is gemaakt voor de kalender. Hij is semi-mat, dus niet helemaal mat. Dit ziet er wel heel mooi uit. I like it. Dan gaan we verder met lade nummer 3. Want hier is vakje nummer 6. Deze is best wel groot in vergelijking met de andere vakjes. Wat is dit? Oh, een spiegel! We krijgen een spiegel. Kijk deze verpakking. Hoe cute. Ik hou echt van al deze verpakkingen. Heel erg mooi. Mijn spiegel in mijn tas is kapot gegaan. Dus ik moest er ook echt weer eentje hebben. Dus ik ben hier heel, heel happy mee. Oeh, nog een verpakking. Zo mooi goud. En dan is hier gewoon de spiegel. Heel erg mooi. Hier ben ik heel blij mee. Want die andere is dus kapot. Dus deze gaat gelijk in mijn tas. En dan doe ik hem weer terug zo hierin. Zodat hij goed beschermd blijft. Heel erg cute. Hier is nummer 7. Die is heel erg lang. Ik denk misschien een make-up kwast. Een brow spoolie. Een spoolie voor je wenkbrauwen. Weer in een hele cute verpakkingje. Ik vind het echt heel cute als het zo is ingepakt. Want dat geeft zo dat extra verrassingseffect. Een spoolie voor je wenkbrauwen. Altijd handig om te hebben. Die gebruik ik voor zowel mijn wenkies als mijn haar. Dus deze ga ik zeker houden. Ik doe hem gewoon gelijk hier bij mijn andere kwasten. Dan ga ik verder met nummer 8. Die is hier. Dit lijkt ook weer op een lipstick of zo. Oh nee, nagellak. Nail primer. Dit is dus voor eronder. Zodat je nagellak beter blijft zitten. Super, super handig. Mijn voeten doe ik altijd. En ik gebruik ook altijd een base van toevallig ook van Essence. En ik gebruik ook een topcoat ook van Essence. Dus deze hebben echt nut. Het gaat er echt voor zorgen dat het beter en langer blijft zitten. Oké, waar ben ik nou gebleven? Oh, nummer 9. Ik vergeet altijd waar ik ben gebleven. Nummer 9 is hier. Heel lang en smal weer. Een mascara. Essence mascara's zijn altijd zo ontiegelijk goed. De I Heart Extreme mascara. Maar in een leuke aparte feestverpakking. Ik vind dat zwart echt super chic. Volgende is nummer 10. Die zit hier. Twee kleine beauty blenders. Dit zijn wel echt de kleinste blenders ever. Kijk even hoe klein en cute. Geel en paars. Heel erg mooi. En er staat op dat je ze kunt gebruiken voor concealer. En dan is het op zich wel fijn als ze wat klein zijn. Next up is nummer 11. Die is hier. Die is ook weer iets groter. Oh my god. Alles gaat open. Oké, whatever. Hij is gewoon helemaal open gegaan. Jongens, dit is een handmasker. Ik dacht een handcrème, maar het is een handmasker. Is er een verschil dan? Nee, er is niet echt een verschil. Je kunt hem gewoon gebruiken als handcrème. Er zit vitamine E in, hyaluronzuur. Allemaal goede ingrediënten voor je handen. Je kunt hem gewoon overdag dus als handcrème gebruiken. Of 's nachts als nachtmasker. Sinds kort gebruik ik handcrème. Ik weet dat ik altijd zeg dat ik het niet gebruik. Maar mijn handen werden een beetje droog. En dat is nooit eerder gebeurd. Dus nou vandaag gebruik ik handcrème, dus deze ga ik gebruiken. Weet je wat? Ik ga hem gewoon nu gelijk gebruiken. Hij ruikt niet echt naar iets. Hij is weer zo wittig. Oh, ik heb zoveel ringen om. Hij ruikt echt naar helemaal niks, maar op zich hij voelt wel gewoon fijn aan. Dan ga ik verder met nummer 12. Die is echt heel lang en smal. Laten we kijken wat hierin zit. Oh, een potloodje. Een zwart oogpotloodje, jongens. Kijk, voor in je waterlijn of als... ja, als wat je wilt. Ook weer heel mooi zwart met goud. Hier is nummer 13. Die is best wel groot. Nou, dit ding is echt helemaal uit elkaar aan het vallen. Wat is dit? Het zijn gezichtsstickertjes. I love it. Kijk hoe mooi. Ik vind ze echt heel erg mooi. Deze ga ik houden. Want misschien straks als ik begin aan mijn kerst make-up looks is dit wel leuk om te gebruiken. Het ziet er heel leuk uit. Deze ga ik houden. Dan ga ik verder met nummer 14 hier beneden. Oh, we hebben een kwast. Eyeshadow blender is wat erop staat. Ook weer in zo'n kleine verpakking. Super leuk. Oh, deze kwast ziet er ook weer heel mooi uit. Kijk. Een oogschaduwkwast om je oogschaduw zo mee aan te brengen. Hij voelt super zacht aan en ik vind hem er heel leuk en feestelijk uitzien. Dan is hier nummer 15. Ik denk een lipstick weer. Nee, nagellak. We hebben weer een nagellak. Een hele lichte roze nude. Deze kleur is wel heel erg mooi. Kijk even deze kleur, hoe mooi. I love it. Dit is echt een kleur die ik zou gebruiken als ik geen acryl had gehad. En wat je moet doen is dat je dan de primer eronder doet. En dan pas deze en dan blijft het beter zitten. Ik ga verder met nummer 16. Die is weer groot. Ik vind het altijd leuk als het groot is. Ik weet niet waarom. Oh,
een vel. Natuurlijk, er kan geen enkele kalender voorbij gaan zonder minimaal één glitterige nagelvel. Hier is dan nummer 17. Weer benieuwd wat hierin zit. Juicy Bomb Lip Gloss. Jongens, deze glossjes zijn zo fijn. Ik heb hem al. Kijk, ik heb die al. Deze zat in de kalender en dit is die ik al heb. Het is wel een andere kleur volgens mij. Of is het gewoon de same kleur, alleen een andere verpakking? Ja, het is precies de same kleur, alleen gewoon een andere verpakking. Deze is zo fijn, zoals je kunt zien. Hij is al gewoon op, tot en met hier. Heel dit is al gewoon op, want ik heb hem echt vaak gebruikt voor lip looks. Dit is echt een super mooie, fijne, juicy, transparante gloss. Maar omdat ik hem al heb, doe ik hem in de winactie. Oké, wat was dit? 17. Dan gaan we nou verder met 18. 18 is hier. Die is een beetje klein en vierkant. Wat gaat dit dan zijn? Elastiekjes. Hair ties. Ja, elastiekjes. Ja, ook dit is weer een beetje gericht op kinderen. Dan is hier nummer 19 ook weer een beetje lang. Dus het wordt weer iets langs. Nog een eyeshadow blender. Jongens, we hebben nog een oogschaduw kwast. Oh, die is iets kleiner. Kijk, een kleinere kwast. Deze andere was een beetje groot. En nou hebben we een kleinere. Deze grote is fijn om te blenden zo in je crease. En de kleine is fijn om zo iets aan te brengen op je ooglid. Nu gaan we naar nummer 20. Die is hier. Jongens, we zijn al bijna klaar. Nog 4 te gaan. We hebben een lipbalm. Kijk, jongens, een lipbalm. Ideaal voor de winterdagen als het allemaal een beetje droog wordt en zo. Het ruikt weer naar snoepjes. Oh my god, ik kan niet met deze lekkere zoete geurtjes. I love it. Hier is dan nummer 21. Weer een beetje groot. Wat is dit? Lash curler. Dit is een wimperkruller. Dus dit. Dit is een wimperkruller die ik gewend ben. Maar zoiets heb ik nog nooit gezien. Wat apart. Wat ik ook echt geweldig vind is dat echt overal opstaat wat het is. Dat was bij die andere kalender niet. En af en toe moest ik dan echt op zoek gaan naar wat het precies was. Weet je wat? Ik denk niet dat ik hem ga openmaken. Want ik ga hem in de winactie doen. Maar dit is dus een wimperkruller. En hier achterop staat hoe je hem moet gebruiken. Hier is dan nummer 22. Nog een nagellakje. Transparante topcoat. Dit is dus de topcoat. En die moet je erop doen. En dan gaat het allemaal mooi glanzen. Dus wat je moet doen is, je begint eerst met de primer, gaat onderaan. Dan gewoon de kleur die jij wilt. En dan ga je in met de topcoat. Dit doe ik altijd met mijn voeten. Ik breng altijd een base aan, de kleur en dan een topcoat. En het blijft super lang zitten. Dus ik vind het heel leuk dat ze dit zo hierbij hebben gedaan. En die ik altijd gebruik zijn van Essence, nogmaals. Dus ik spreek uit ervaring. Nou, gaan we naar nummer 23. Die is hier, weer een beetje groot. Alles gaat gewoon helemaal open weer. Volgens mij is dit om je kwasten te wassen. Ja, brush cleaning tool. Hierin moet je je kwasten wassen. Als je kwast vies is, doe dan hier wat tape en water. En dan gewoon zo je kwast zo erin rollen. En dan wordt je zo schoon. Dus ideaal dit. Dan de laatste. De allerlaatste jongens helaas. Nummer 24. Die is hier. Ik vind het altijd zo jammer als het klaar is. Highlighter. Hij lijkt een beetje op die blush van net. Kijk ook weer hoe mooi dit eruit ziet. De kleur lijkt me ook echt perfect voor mijn huidskleur. Ik ga hem gewoon eventjes gewoon gelijk opdoen. Kijk, ze lijken echt heel veel op elkaar. Wauw, kijk hoe mooi. Ik sta echt een beetje versteld van de kwaliteit. Deze twee producten zijn echt geweldig. En dat was het dan. Alles is helemaal leeg. Alles er weer zo in forceren. Oh, ik zie nu ook dat gewoon hier achterop staat wat er allemaal in zit. Dat had ik niet eens gezien. Nou jongens, ik denk oprecht dat ik gewoon kan zeggen dat dit de beste Essence Advent kalender is die ik ooit heb unboxed. Heel veel producten waren echt gewoon ideaal. Ja, het prul als dit soort dingetjes, dat doe ik gewoon in de winactie. Maar er zaten hier echt een heleboel producten bij die ik werkelijk waar gewoon echt ga gebruiken. En die ik ook echt gewoon goed vind. Zoals ook deze glow en de blush. Deze balm ga ik gebruiken. De hand. Crème. Er zit hier echt heel veel bij wat ik gewoon zou gebruiken. Dus ik vind het echt een goede kalender. Echt de lage prijs waard. Super betaalbaar. En het is niet zo allemaal zo van het prul. Het zijn echt gewoon leuke dingen. Nou, mijn mening is die echt zeker te weten goedgekeurd. I like it. Laat mij weten wat jij ervan vindt beneden in de reacties. Ik ben altijd heel benieuwd naar jullie mening. Ben je net zo enthousiast als ik? Of heb je iets van, ik vind het niet echt iets. Let me know beneden. En laat me ook weten welke kalenders je nog meer zou willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!